Ben je zenuwachtig? Voor jou. Voor al die pittige vragen van je. We gaan niet meer over je circusschool praten en zo. Nee. Van harte welkom bij Profile hier op 7 Ditches TV. Hij mislukte volledig in ons Nederlandse onderwijssysteem, maar hij slaagde behoorlijk als internetondernemer. Hij is co-founder van The Next Web en daarnaast altijd met een hele hoop zaken tegelijk bezig. Over zijn rol bij The Next Web is zijn partner Patrick heel erg duidelijk. Patrick die zegt daarover, basically he's just the looks of the company. Mijn gast Boris Veldhuizen van Zanten. Boris, ja, dat zei hij. You're just the looks of the company. Ja, yeah, de posterboy, hè? Ja, dat is wel, je kan het als een compliment zien. Dat, ja, met veel fantasie en dat heb ik gelukkig. Ik zie het als een compliment. Ja. Ja. Voordat we even over, want ik wil het absoluut met jou over The Next Web hebben. Wat eruit ziet als een prachtig succesverhaal, zo langzamerhand. Maar om te beginnen las ik dat je bent ook inmiddels toegetreden tot een soort adviesteam van Nelly, hè? Van Nelly Kroes. Dat is stoer. Ja. Vond je dat leuk? Of heb je daar lang over na moeten denken? Of hoe gaat dat in zijn werk? Dan belt Nelly op. Nee, je krijgt een brief. Een brief? Net een brief van Nelly. Ja? Ja? Geachte, beste Boris. Beste Boris? Dat weet ik niet meer. Ah. Geachte heer Veldhuizen van Zanten, beste Boris. Ja, zoiets. Ah. Ja. En wat was de vraag? Die is heel formeel, maar het komt erop neer. Kom je lunchen in Brussel en dan praten we over de stand van internet. Ah. En nog wat dingen. Ja, dus het was heel informeel uiteindelijk. Maar heel leuk. Want je zat met hoeveel mensen? Met z'n zevenen. Zes ondernemers en Nelly. En dan is er nog, zit er nog een team van mensen omheen. Maar die negeer je. Maar die zijn er wat bij. Beleefd, maar goed. Dat aantal is waarschijnlijk groter dan die zes met Nelly aan tafel. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Ja, fotograaf erbij en zijn assistent en de assistent van de assistent. En leuke mensen, die andere vijf die erbij zaten? Ja, heel leuk. Ja, de oprichter van Skype, de grootste aandeelhouder van Rovio, van Angry Birds. Ja. Nog wat mensen. Ja. En de stoer dat je ertussen zit? Ja, heel stoer. Het grappige is, ik ben dat boek aan het lezen van Sheryl Sandberg, de COO van over vrouwen in zaken doen, hoe die een beetje achterblijven en hoe die eigenlijk meer voorsprong zouden moeten nemen. Heel leuk om te lezen, ook als man. Misschien juist als man. Mm-hmm. En zij heeft het over een fenomeen, een term vergeten, maar dat je het gevoel hebt ieder moment door de mand te kunnen vallen. Dat is heel universeel. Hè? Ik herkende het helemaal van daar zitten. Dat ik daar zat en ik dacht, zou ik zo door de mand vallen? Weet je wel? Want ik heb toch eigenlijk hier niks te zoeken. Nee. Maar goed, dat is dus heel universeel. En ik sprak een journalist en die vertelde me dat hij aan een meeting zat met vijf journalisten, ook bij de EU. En Obama en Sarkozy, geloof ik, zaten daar. En hij moest interviewen en hij keek naar die andere interviewers en hij dacht, zou iemand doorhebben dat ik echt niet weet waar ik het over heb? Weet je, dat is dat moment van, oh mijn god. Maar heb je dat vaak? Ja, ik denk het wel, ja. Want het gaat snel, hè, met The Next Web. Ja, en The Next Web is zo'n voorbeeld. Dus ik heb inmiddels, weet ik het wel, te plaatsen, hè, dat gevoel. Dus ik weet inmiddels dat het eigenlijk meer een voordeel is dan een nadeel. Hè? Dus dat je de goed bedoelende, gepassioneerde amateur bent. En als je dat, hè, op sommige dagen voel je dan meer de amateur. En op sommige dagen heb je meer het gevoel, ik heb in ieder geval passie en enthousiasme. En de conferentie is daar een voorbeeld van. Dat we, we hebben t-shirts en normaal staat daar crew op. En wij, ik wil nu t-shirts waar gewoon op staat amateur. Hè, dus als iedereen weet van, oh ja, dat zijn die lui die het hier regelen. Stelletje amateurs bij elkaar. En ergens voelt het ook zo. Maar dat is ook de charme van het event. Hè? Dat het is allemaal een beetje rommelig. Maar daardoor krijg je ook gewoon een heel leuke. Het voelt alsof je meer op het kleine feestje van Boris en Patrick bent dan op een zakelijke conferentie. En dat is nog steeds, denk ik, de kern van het succes, toch? Dat het voor jullie een feest is. En dus voor het bezoek een feest is. En de rest, screw it. Fuck it. Ja. En dan krijg je dus ook commercieel dus. Dichtgetimmerd. Ja, en dat is. Dus toen we de eerste twee conferenties hadden gedaan, toen spraken we met een professionele event organizer. En die zei, oké, jullie doen het echt helemaal verkeerd. En die legde toen uit hoe je conferentie organiseerde.
En dat begint dus met, je zoekt een onderwerp waar je denkt geld aan te kunnen verdienen. Dan zoek je sponsors die betalen voor de organisatie, maar die willen dan ook onstage. Dus dan heb je de helft van je programma gevuld en vul je nog aan met wat leuke mensen. Ja. En dan beloof je dat er 1000 man komen, want zo werkt dat met sponsors. En dan komen er 500. En dan komen er 500, dus je vult het op met studenten. En hij vertelde natuurlijk wat anders, maar dat was de conclusie. Hè? Dat ik dacht, en wij dachten allemaal van, hé, maar dat, ik ken die events, dat is altijd verschrikkelijk. En wij hebben altijd gedacht, puur uit naïviteit. We dachten, oké, een conferentie, dan verkoop je kaartjes. Dus moet je zorgen dat je de beste sprekers van de wereld hebt. En met de eerste conferentie hadden we 1,5 week van tevoren hadden we nog niet één sponsor. En toen belden we een paar sponsors en zeiden we, hey, een leuk event. En zeiden ze, oh, over een jaar of zo. En zeiden we, nee, over 2 weken. En toen, tuut. En je dacht van, je kunt die 2 weken van tevoren... Nee. Dus toen hebben we onze strategie aangepast. Dus toen zijn we mensen gaan bellen en hebben gezegd... Hey, ons hoofdsponsor heeft afgezegd. Je mag het voor de helft van de prijs. Ja. Moet je wel binnen een uur beslissen. En toen hadden we uiteindelijk wat logo's. En dat noem je strategie. Nou ja, precies. Dus zover gaat onze strategie. Wat is strategie? Ja, ik denk dat een beetje het verschil tussen een leider en de baas van het bedrijf. Hè. Ik denk als je baas van het bedrijf bent, dan zeg je mensen wat ze moeten doen. En als je leider bent, dan geef je een beetje aan waar het naartoe gaat. En dat is dan je strategie. Als je denkt van ja, weet je, waar we uiteindelijk uit willen komen is hier. En als je bedrijf goed in elkaar zit, dan hoef je niemand te vertellen hoe ze het moeten doen. Maar dan weet iedereen hoe je daar komt. En vaak is het dat mensen dan wat doen en dan denk je, hè? Oh, dat had ik helemaal niet in mijn hoofd. Hé, maar verdomd, het werkt wel. Weet je? Dus ik heb misschien, ik weet niet hoor of dat bij andere mensen strategie is, maar zo denk ik in ieder geval over strategie. Dus waar wil ik dat we uiteindelijk eindigen? En hoe dicht zit strategie bij jouzelf, zeg maar? In hoeverre is een drijfveer om met name ervoor te zorgen dat je zelf een hele hoop lol hebt? Nou, lol is onderschat. Hè? Als je zegt lol hebben, dan lijkt het alsof we alleen maar bier drinken op kantoor en niet aan het werk zijn. Zo bedoel ik het niet. Nee, ik ook niet. Nee. Gepassioneerd bezig zijn, moet ik het misschien noemen. Ja, dus ik weet nog wel dat we met de oprichters, dat we op een gegeven moment waren we onze lange termijn strategie aan het bespreken over een dinertje met een glaasje champagne. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat onze lange termijn strategie was 6 maanden of zo. En dan denken we, oeh jeetje, 6 maanden, dat is wel heel ver weg. Ja. En toen dachten we, goh, maar laten we nou eens kijken hoe zou het bedrijf moeten veranderen. Zodat het voor ons over 30 jaar of over 60 jaar of over 100 jaar nog steeds het leukste bedrijf is van de wereld om bij te werken. En dat je nooit hier verveelt. Dat je altijd denkt van, nou ja, dit is gewoon de beste plek waar ik me kan ontwikkelen als mens en al mijn talenten en kwijt kan. En dat was wel een soort doorbraak, omdat je opeens heel anders kijkt naar een bedrijf. En dan denk je niet meer, nou dan moet ik het verkopen over 2 jaar. Want dan denk je van, ja, maar hoe heb ik het dan over 30 jaar nog lol van? Hè? Dus, ja, plus wat ga je dan doen als je het verkocht hebt? Precies, uiteindelijk is niemand, het is niemand, Steve Jobs die zei een keertje, there's no point in being the richest guy at the cemetery. Nee. En dat is, dat klinkt wel grappig, maar uiteindelijk is dat natuurlijk ontzettend waar. Hè? Dat, eigenlijk wil niemand rijk worden. Hè? Je wil gelukkig worden. Hè? Je wil het gevoel hebben dat je al je talenten benut. En als je die situatie bereikt met te weinig geld of met weinig geld. Of je denkt van ja, ik heb eigenlijk niks van mijn leven gemaakt. Maar hey, ik had wel 100 miljoen op de bank. Dan denk je, ja, volgens mij is iedereen begrijpt dan van oh nee, nou ja, dan toch liever gewoon minder geld. Ik heb dat soort gesprek heel vaak met mijn kinderen, zeg maar, om uit te leggen dat geld niet gelukkig maakt. Nee, weet je wel? Nee. Het is heel misschien dat kinderen dat wel met je doet. Hè? Dat je er meer op die manier naar gaat kijken. Dat in het begin denk je gewoon, oh, ik moet gewoon meer geld. Wat is de marsroute van de Next Web? Heb je daar duidelijk plannen over? De wat? De plannen. Heb jij duidelijk plannen? Plan. Ja, een beetje. En kijk. Even status quo. Hoe groot is de Next Web? Want je hebt de conferentie, die is eind april weer in Amsterdam. Mm-hmm. Maar inmiddels, hoeveel organiseer je er inmiddels? Conferenties? Sao Paulo. New York zijn we mee bezig. New York mee bezig. Ja. Daar zal het vast niet bij blijven, denk ik. Nee. Maar goed, nu 3. Ja. En dan, ik noem het maar even de blog. Mm-hmm. Maar dat is ook geen klein initiatiefje meer, hè? Nee. Een van de grootste blogs van de wereld is over tech en internet, moet ik het zo zeggen? Het is sowieso een van de grootste blogs van de wereld. En technologie en internet is hier de tweede blog of zo. Dus de blog is wel groot. Ja. Maar ook heel klein, hè? Dus we werken, ik geloof nu, 24 fulltime schrijvers.
Nou, dat is best veel. Hè. Of dat, ja, het is niet zo heel lang geleden dat we de Next Web nog met z'n drie runnen. Dus ik vind het ontzettend veel. Maar als je het vergelijkt met klassieke redacties, ja, dan is het natuurlijk niks. Dus, ik denk dat degene na ons, in de, hè, dus de nummer drie van de wereld, die heeft al 70 man of zo. Weet je? Dus wij zijn heel efficiënt en klein. En ik denk dat dat ook komt omdat we een Europees, of misschien zelfs Nederlands, van origine zijn. Dat we zijn allemaal wat soberder. Ja? Ja, iets meer op efficiëntie. En denken, ja, een paar miljoen ophalen en zomaar mensen gaan aannemen. Dat je denkt, hé, maar dat kunnen we niet gewoon allemaal harder werken? Weet je? Maar dat is wel een beetje, is dat niet toch... Dat, bedoel, ik heb wel eens een beetje in de start-up scene, waar jij natuurlijk bijna, ja, daar ben je bijna de belichaming van zo'n beetje, hè, van de start-up scene. Dat ik de laatste tijd ook wel eens dacht van, ja, misschien ook wel een oude lul. Dat ik zei van, ja, het lijkt wel alsof inderdaad ondernemen is, het doel is om miljoenen er binnen te trekken. En dan bouwen we een appje en dan verkopen we het appje weer voor twee keer zoveel miljoenen of zoiets, weet je wel? Ja, ik heb daar niks tegen hoor, op zich. Maar ik sprak pas een investeerder en die zei over iemand, zei die, ja, dat is een venture tourist. Dus iemand die heel goed weet hoe die plannen moet schrijven. Dat heel goed weet te presteren en investeren. Dus ze ook allemaal kent. Ja. Maar uiteindelijk komt er eigenlijk nooit echt wat van terecht. Nee. En dan is, daar ben ik niet heel... Daar gaat het niet om. Nee. Hoe groot is de Next Web, zeg maar, als bedrijf nu? Los van het aantal FTE's? Of is dat zeggen jullie dat niet? In de zin van geld? Oh, geld. Oh, dat zeggen we niet, nee. Hier, omdat ik het niet echt weet ook. Dat is niet waar. Nee, dat is toch... Maar wie doet dat, wie houdt dat wel bij? Patrick. Patrick is daar veel beter in, ja. Hebben jullie, zeg maar... Ik ben de looks, hè. Hebben jullie... Zit hier een beetje onschuldig net te doen? Je weet wel hoeveel omzet jullie doen? Ja, ongeveer. Maar goed, ik zou het niet precies weten. En voor je het weet zeg ik iets stoms. En dan, dus mijn focus... Het is heel belangrijk, hè. Je moet dat allemaal weten. Maar goed, dat is toch niet waar ik iedere dag mee bezig ben. Hè. Ik ben toch meer bezig met... Hoe groeien we het bedrijf? Hoe zetten we overal nul achter? Weet je wel? Ik krijg de hele tijd, maak ik ze grappen over. Want dan hebben we het over iets. En dan voordat ik iets, dan steek ik mijn vinger op. En dan zeggen ze, ja, hoe zetten we er een nul achter? Weet je wel? En dat is wat me interesseert. En dan maakt me eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Je bedoelt met een nul erachter hoe je 10 keer zo groot maakt? Ja. En dus als iemand zegt, het gaat heel goed, 1000 bezoekers per dag. Dan denk ik, oké, heel interessant. Hoe zet je daar nou een nul achter? En wat kun je doen om dat te vertienvoudigen? En is dat dan genoeg? Zijn er algemene dingen die jij al hebt, zeg maar, zijn er algemene dingen al te noemen waardoor er een nulletje achter komt? Ja, heel veel vanzelfsprekende dingen eigenlijk. Wat ik merk is dat bijna, ik zoek eigenlijk de hele tijd naar de dode punten in een website. Hè. Dus je doet iets en dan eindig je en dan denk je, wat nu? En eigenlijk al die momenten waarop je zegt, hé, wat nu? Wil je zeggen, nou, dit nu. Hè? En waarom niet dit nu? En hoe betrek je je vrienden erbij? En hoe maak je het nog viraler? En dat, dus ik kan naar ieder puntje van de website zetten en zeggen, waarom leidt dit niet tot iets? Hè? Als er staat, misschien moet je nu dit gaan doen. Waarom linkt het dan niet daarnaar toe? Hè? Zodat mensen daar ook echt naartoe kunnen. Hmm. Dus die frictie wegnemen. Dat is een heel goed user interface boek. En dat heet Don't Make Me Think. Hè? Dus heel veel... interfaces kun je oplossen dat op het moment dat je als gebruiker denkt, oh ja, maar wat moet ik nu doen? Nou, en daar ben ik wel goed in. Hè? Dus naar een website kijken als een domme lul die echt van niks verstand heeft. En overal op klikken waar je op kan klikken. Ik ben de tester from hell op kantoor, want ik klik overal op. Ja. En dan kom ik altijd achter dat iets niet werkt. En dat je op de plekken doodloopt. Hè? Ja. Hoe groot is de Next Web, de blog, qua bereik? Volgens mij zitten we zo tegen de 10 miljoen... unieke bezoekers per maand. Zo. En is het inkomensmodel als advertenties gewoon? Of is het nog complexer dan dat? Complexer, ja. Dat is heel interessant. Startups is het meestal één inkomstenmodel. Je verkoopt advertenties. Of je moet het hebben van de ads of iets. Maar inmiddels zijn we een publisher, heb ik geleerd. Je bent een uitgever geworden? Een uitgever, ja. Oh jee. En dat was mooi hoor, want ik had een paar jaar geleden met iemand een gesprek. En toen zei ik, ja, we worstelen toch nog wel met dit en dat. En dat was een publisher. En die zei, ja, maar dat hebben alle publishers. En ik was een beetje zo, toen ging ik naar Patrick en zei, wij zijn publishers. En toen dacht ik, dan moeten we ons eens verdiepen in hoe publishers dat dan doen. Hmm. En dat was natuurlijk zo. Maar dat was gewoon een soort, weet je wel, de obvious, iets waar we opeens achter kwamen. En toen ben ik met wat publishers gaan praten. En ik weet nog dat één uitlegde. En die zei, als publisher heb je een brand.
Bij brand monetize je dat op 20 manieren, niet op één. He, dus je hebt ads, je verkoopt ook t-shirts en je linkt naar apps. En je organiseert een event. En weet je wel, dus je doet allerlei dingen die misschien per stuk, dat je denkt, levert niet echt veel op. Maar alles bij elkaar is het een mooie revenue. En dat is met de blog ook. Hè. Dus we hebben ads. Ja, maar heb je niet het risico dat je dan te breed... Want je hebt ook een soort academy project nu, ja, toch? Ja. Loopt dat? Ja, heel goed. Wat leg eens uit? Wat is dat? Nou, dat is een goed voorbeeld van hoe we kijken naar het systeem. Hè. En dat we denken, oké, dus we hebben die brand. Ja. En we kennen al die mensen die spreken op de conferentie. En die willen graag hun dingen weer promoten. En we hebben dagelijks bezoek. We hebben technologie. Wat kun je daar nou allemaal mee? Nou, t-shirts verkopen kan, maar goed. Dat is misschien niet de meest logische volgende stap. Maar op een gegeven moment zagen we dat sommige mensen online een soort cursussen gaven. Maar dan weer worstelden met hoe krijg je daar verkeer naartoe. Hm. En dan denk je, hey, verdomd, dat makes sense. Ja, wij hebben heel veel verkeer. We kennen die mensen, dus we bouwen een platform wat heel simpel te doen is. En we zeggen, nou, schrijf je in, maximaal 100 man, kost $100. En dan kun je meedoen aan een cursus SEO of zo. Hè. Dus, en dat, ja, we hebben nu wel voldoende verkeer dat soort cursussen over het algemeen uitverkopen. En dan hebben we een soort revenue share met degene die het geeft. Hm. Dus je verdient allebei goed aan. En wij monetizen ons verkeer. En het mooie is dat als je dat dan bekijkt, denk je, verkoop je er eentje uit, heb je $10.000, moet je nog delen. Dus ja, wat blijft er nou uiteindelijk over? Dat is een hoop werk. Maar het is weer één puzzelstukje waarvan je dan merkt, op zich is het niet genoeg om een hele business op te bouwen. Maar goed, dat klein beetje doe je op de stapel. En die stapel wordt alles bij elkaar toch dan wel steeds hoger. En imagine 5 years from now? Ook al doen jullie dat nooit? Nee, ja, nu doen we dat wel meer. Hè. Dus ik denk de blog nog groter. En dan op een gegeven moment kun je gaan denken, goh, maar als je dan die ene blog helemaal groot hebt gemaakt en je hebt de technologie voor gebouwd en al die businessmodellen uitgevonden, waarom doe je er dan niet nog één? Dat is eigenlijk zonde om al die kennis maar voor één channel te gebruiken. Doe er eentje over sportvissen. Dat boeit me helemaal niet, maar... Ik weet niet of die zo groot gaat worden, maar... Ja, ik zeg ook maar wat. Maar zou het echt een branchevreemd uit... Dus dan zou je... Dus je white labelt the next web, copy, paste en je douwt er andere content in. Ja. En hoe we daarachter zijn gekomen is de CEO van de blog, die ging op een gegeven moment trouwen. En zijn vrouw vond dat organiseren van het huwelijk zo leuk om te doen. En ze had ook echt wel een bijzonder huwelijk met allemaal leuke dingen die je helemaal niet op een huwelijk ziet. Dat ze daarover is gaan bloggen. En toen dacht ze, zou ik de kennis van de blog kunnen toepassen op haar blog? En zij heeft nu een van de grootste wedding planning websites van de wereld. Ze heeft 10.000 unieke bezoekers per dag. Heeft een mooi revenue model, heeft de baan opgezegd en kan daar goed van leven. Dus dat is... En ik heb niet heel veel interesse in de wedding planning. Maar toen dacht ik wel, dat is wel interessant. Hè? Dat je op een gegeven moment een soort publishing bedrijf zal hebben. Maar dan is meer de software. Want er zit natuurlijk heel veel intelligentie in jullie platform. Ja, en de mensen die het runnen. En we hebben gewoon wel veel geleerd van in 6 jaar... een van de grootste blogs van de wereld opbouwen. Hè? En het is allemaal ook geen rocket science. Maar we hebben het wel gedaan en we weten het wel. En ik merk dat, hoewel het geen rocket science is, ik toch de hele tijd met publishers praat die zeggen, hoe heb je dat nou gedaan? Weet je wel? Dan denk ik, kennelijk weten zij iets niet. Weet ik iets wat zij niet weten of omgekeerd. Maar wat kunnen, want met publish denk ik meteen aan wat ouderwetse bedrijven in Nederland die het allemaal enorm lastig hebben. Mm-hmm. Wat doen die verkeerd? Ja, ontzettend veel. Ja. Nou, een heel simpel ding. Een heel simpel ding wat je merkt bij bedrijven is dat risico nemen zit gewoon niet in het systeem. En mensen investeren niet in iets tenzij ze denken van dan moet het wel echt wat opleveren. Weet je wel? En ik ben daar helemaal niet in geïnteresseerd. In die zin, ik ben blij gewoon met een dubbeltje. Want dan kan ik zeggen, oké, hoe zetten we er een nul achter? En zodra dat is gelukt, zeg ik, hoe zetten we daar een nul achter? Nou, als je dat een paar weken achter elkaar doet, dan kom je ergens. Hè? Dus ik vind het helemaal niet erg om met iets te beginnen waarvan iemand zegt, we hebben deze week maar een tientje verdiend. Dan zeg ik, een tientje. Maar wat was vorige week? Ja, $5. Dan kun je volgende week verdubbelen. Als je verdubbelt, ben ik tevreden. Weet je wel? Als je maar blijft verdubbelen, dan heb je 22 weken een euro verdubbelen en je zit op een miljoen. Hè? En dan nog een paar keer verdubbelen en je zit op een miljard. Dus als je maar kan blijven verdubbelen. Maar dat merk ik dus bij grote bedrijven. Die zeggen dan,
ja, al dat werken, wat verdien je dan? Ik zeg, ja, een tientje per week. Ah, oké, dan beginnen we er niet aan. Terwijl ik denk niet aan een tientje per week. Ik denk aan... aan de groeipotentieel. Hoe zet je er een nul achter? Ja. En dat merk ik... Maar dat is meer bedrijfsspecifiek, dat is meer bedrijfsalgemeen. Wat doen uitgevers fout in Nederland, specifiek? Ja, ik denk toch dat dat de crux van het probleem is. Weet je wel? Want die zeggen dan... Digital magazine, dat is een goed voorbeeld. Hè? Dus wij hebben een iPad magazine gemaakt. Levert niks op. Hè? Of tenminste, niet als je het aan een uitgever vraagt. Ja. En dan spreek ik een uitgever en die zegt... Oh, ben je zo'n magazine begonnen? Ja, nou, wij beginnen er niet aan hoor. Zo duur om te doen. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, nou, je zit zo op een ton per maand. Ik reken dat eens voor. Hij zegt, nou ja, goed, we hebben de technologie hebben we zelf gebouwd. En ja, we hebben toch 3 designers moeten aannemen. Want ja, het moet wel goed uitzien. En het editorial team. En we hebben natuurlijk 3 maanden proef gedraaid voordat we begonnen met uitgeven. Dan denk ik, oh ja, ja, ja dan ook, kost ja. het een ton. Ja, dan kost het een ton. Ja, terwijl ja, ik heb gewoon een of andere software die je gratis kon gebruiken. Eerst, ik heb het eerste magazine zelf in elkaar. Nou, ik voel me niet te goed om het eerste magazine zelf in elkaar te plakken. Dan heb ik 1 jongen die net was afgestudeerd op digital magazines. Die heb ik aangenomen. En die designt het en produceert het. En hij heeft het mooiste magazine van de wereld. Dus die van ons kost, denk ik, als je mijn kosten er vol in doet en alles naar boven afrondt, kost misschien 10.000 euro per maand. Ja, dat levert het nog niet op. Maar ik denk, hé, maar we hebben wel gewoon een magazine. En de Daily, hè, daar is dus 100 miljoen in geïnvesteerd in een jaar. Toen hadden ze 100.000 lezers die wel betaalden. Maar goed, dat was niet genoeg. Wij hebben 150.000 lezers nu. En die van ons is gratis, oké. Maar dan denk ik toch, oké, dus ik heb met minder dan een ton... Als je naar boven afrondt, heb ik toch 150.000 lezers. En zij hebben met 100 miljoen nu 0 lezers, want ze hebben de stekker eruit getrokken. En dat is toch een verschil. Ik denk dat, weet je wel, ik voel me gewoon niet te goed om voor lul te staan, om weer terug in de modder. Gewoon, dat is juist zelf, dat is juist leuk. Ja, nou, het is een heel frustrerend proces. Mm. Dus ik heb echt wel flink wat zitten schelden en vloeken om het voor elkaar te krijgen. Maar tegelijkertijd, op het moment dat ik dat doe, denk ik ook... Er is niemand anders die dat kan. Er is niemand anders die denkt, ik ga gewoon, weet je wel, ik voel me dan heel dom. En dat is niet een prettig gevoel om te hebben. Hè. Je bent dat aan het uitvinden. Je denkt, ik snap gewoon niet hoe het moet. En ik krijg het niet voor elkaar. En het is ingewikkelder dan ik dacht. En tegenslag na tegenslag. Uiteindelijk ben ik, we hebben dan software van een Zweeds bedrijf. Ben ik in een weekend naar Stockholm gevlogen. Is dat Zweden? Ja. Ja. Stockholm gevlogen. Je mist toch die opleiding? Dat gegeven, ja. Details. Ja. Leert de circusschool niet. Nee. En ben ik dat weekend daar op dat kantoor gebleven. En heb ik gezegd, ik ga gewoon niet weg voor dat werk. Voordat het gelukt is, ja. Weet je wel? Ja. En op het moment dat ik daar zit, denk ik, oh, waarom, weet je wel, waarom moet het toch? Maar uiteindelijk denk ik dan van, oh ja, nee, maar dat is mijn kracht. Dat ik gewoon denk, ik ga dat gewoon regelen. Hè. En desnoods ga ik daar in een slaapzak voor het kantoor liggen. En dat merk ik gewoon. Dat heb je niet bij traditionele uitgevers. Hè, die zeggen, oh ja, magazine willen we ook al. Maar doe het wel in 1 keer goed. Ik denk, ja, nou, dan doe je het dus nooit. Nee. Of het kost een ton per maand. En ja. Dan is het weer niet rendabel. Ja. Dus ja, je mouwen oprollen en gewoon vanaf nul beginnen. Dat is vermogen wat maar weinig mensen hebben. Wat vind je van het initiatief De Correspondent van Rob Wijnberg? Ja, heel erg leuk. Ja, ik heb het wel meteen ondersteund, ja. En dat, ik denk dat dat ook een voorbeeld is. Dat zij gewoon hebben gedacht, oké, we verlagen ons tot het niveau waarop we onze hand uitsteken en bedelen om een aalmoes om dit voor elkaar te krijgen. En dan denk ik, that's the spirit, weet je wel? Want zo krijg je het voor elkaar. Ja. Terwijl dat hooghartige, we investeren 100 miljoen in en we drukken iets in de markt. Ja, dat vindt niemand leuk, om iets in de markt gedrukt te krijgen. En weet je wel, dat En ik, ja, weet je, het is zo voor een hand liggend. Maar iedere uitgever die ik spreek, die hebben een soort arrogante uitstraling van, ja, wij zijn nou een uitgever, we hebben nou eenmaal krantpapier, is nou eenmaal gaver. En, oh ja, we moeten ook iets digitaal, maar het is allemaal zo moeilijk. Weet je, dan denk ik van, ja, met die attitude, geen wonder dat je er allemaal aangaat. Je verdient het ook. Ik kan nog veel meer willen bespreken. Dus even kijken, ja, kan nog wel wat. Want 1 ding, ik ben een heel slecht interviewer, hè. Want jij zat daar bij Kroes. En waar hebben jullie het over gehad? Want daar hebben wij het nog niet over gehad. Nee, ja, ze heeft wel een interessant uitgangspunt. Zij zegt, er wordt heel veel gekeken naar problemen in Europa. En er moeten ook natuurlijk oplossingen voor komen. En dat is ook allemaal heel erg. Maar tegelijkertijd, om echt constructief er iets aan te doen, moet je toch kijken naar de toekomst.
En dan moet je gewoon meer investeren en kijken, nou, wat zijn nou de knelpunten? En de toekomst zit niet in meer boeren subsidiëren. De toekomst zit in informatietechnologie. Digital. Ja. En ondernemerschap. Dus hoe kunnen we dat promoten in Europa? En daar heeft ze dus een soort commissie, zou je kunnen zeggen, wat een vies woord is. Maar goed, het heeft dus een aantal ondernemers uitgenodigd. Clubje heldere geesten. Ja, kunnen jullie daar eens met wat ideeën komen? En dat was ontzettend leuk. En we kwamen daar en ze hadden een agenda. En het eerste wat al die eigenwijze ondernemers deden, zei van ja, maar die agenda klopt niks van, kan dat anders? En toen zei ze, oké. Wegagenda. Ja, het videoteam, ga maar naar huis, we hebben jullie toch niet nodig. Ze hadden persconferentie en dan een lunch. En zeiden, nee joh, laten we eerst lunchen en dan persconferentie. Want dan weten we tenminste wat we moeten vertellen. Ja, oh ja, oké. Nou, omgedraaid. Ze heeft heel weinig gezegd, heel veel geluisterd. En het was, ja, je merkt dan dat universeel in Europa onder ondernemers heb je gewoon dezelfde problemen. Hè? Iedereen worstelt met dat Europa één geheel is, maar uiteindelijk niet gewoon is. Losse eilandjes met eigen wetten. En er was een Spaans-Amerikaan die in Spanje onderneemt, die dan vanuit heel Europa mensen aanneemt. En die zegt, ja, ik heb gewoon aparte teams om iedereen die we aannemen uit te leggen hoe het in zijn situatie weer specifiek werkt met de Franse wet waar hij aan moet voldoen, maar ook de Spaanse. En weet je wel, het is gewoon een chaos. Wat is de invloed van Nelly? Nou, dat gaan we nu merken. Ja. Want kunnen jullie dit natuurlijk vaker doen? Ja. Ja. Hoe vaak? Te vaak, want we moeten allemaal werken. Paar keer per jaar? Ja, twee keer per jaar of zo. Ja. Een van de dingen die we hebben afgesproken of besproken, en het is maar de vraag of dat kan, maar is om een soort start-up law. Dus wij zeiden allemaal, het zou zo fijn zijn om start-up law te hebben. Dus dat als je bij een start-up gaat werken, dat je dan als werknemer zegt, oh, ik ga bij een start-up werken. Oké, dat betekent, ik krijg slecht betaald, kan ieder moment ontslagen worden. Ja. Ik heb niet dezelfde rechten als een ondernemer die bij KPN werkt. Ja. Maar ik krijg wel wat opties in return. Ja. En die opties worden niet gezien als inkomen waar ik meteen belasting over moet betalen, wat nergens op slaat. Maar dat zijn gewoon dat opties. Dat zijn regelingen voor de werknemer, maar op die manier zou je in die law ook regelingen voor de start-up zelf kunnen stoppen. Ook, ja. Het is heel gek dat je als bedrijf, als eenpitter, en je begint het bedrijf en je huurt je eerste werknemer, dat je aan dezelfde regels moet voldoen als een bedrijf met duizenden werknemers. Als je met z'n tweeën bent en je neemt één iemand aan, ja, dat verandert je hele bedrijf. Hè? En dan moet je dus ook eigenlijk makkelijk vanaf kunnen. Nou, dat is zo moeilijk. Want hoe doe jij dat nu? Want jij hebt ook, hoeveel mensen zei je? 24? Ja, iedereen worstelt daarmee. Ja, want jij hebt mensen over de hele wereld werken ook, toch? Ja. Je hebt er zelfs een paar die heb je nog niet live gezien. Of inmiddels wel? Ja. Inmiddels nee, wel. Inderdaad. Ik was in San Francisco en stond te praten met iemand. En zei ik tegen iemand, ik was een beetje aan het vertellen. Toen zei ik, oh, trouwens, ken je de Next Web? En zei hij, ja, ik werk al 2 jaar voor je. Right. Anyway. Ja, dus, jij kende hem niet van zijn avatar, zeg maar. Nee. Mm. Maar hoe heb je dat geregeld, zeg maar, al dat personeel? Nou ja, we zijn nu iets groter. Dus we zijn in totaal met 45 man, zoiets. 50 zelfs al inmiddels. En dan wordt het iets makkelijker. Het is nog steeds gedoe. Ja. Maar kijk, ik merk het bij kleinere start-ups. Dus ik ken iemand, heeft een bedrijf. 1 oprichter, 2 werknemers. En die werken er bijna 2 jaar. Met andere woorden, die moet je dan een vast contract gaan aanbieden. Maar diegene zegt van ja, ik zit net in de situatie dat volgend jaar mijn revenue waarschijnlijk iets minder wordt. Want ik moet wat investeren. Dus eigenlijk moet ik ze nu ontslaan. Weet je wel, dat is. Maar als ik ze nu ontsla, heb ik geen bedrijf. Nou, dat zijn bizarre toestanden. Dat je denkt van ja, dat kan toch gewoon niet. Dat voor die werknemers niet goed. Hè? Dat je denkt van oh, weet je wel, ja, maar blijf maar in die lifeboat. Maar met jullie erbij zinkt die. Weet je wel? Maar ja, god, dan kan je die niet uitgooien, want dat is nou helemaal het recht. Dat zijn allemaal, ja, dat is zo tegen ondernemen in. 2 dingen die ik van je wil weten. 1, zou jij jouw amateurisme, noem ik het dan maar even, zou je daar meer nog mee willen doen buiten de Next Web en jouw eigen handel om, zeg maar? Zou je die breder willen inzetten? Nou, je hebt nu Nelly, waar je 2 keer per jaar mee praat. Maar zou jij ooit, weet ik veel, de politiek in willen of iets van die aard? Nee? Gewoon je ding blijven doen? Nee, ik vind het heel leuk wat ik doe. Kijk, zo'n Nelly-ding is leuk, omdat het vrijblijvend kun je wat informatie geven. Maar uiteindelijk vind ik mijn werk gewoon het leukst. Onderwijs? Nee, nou ja, dus het grappige was dat Nelly vroeg dan vrij formeel aan die hele groep ondernemers, zijn jullie bereid om als role model op te treden? En ze heeft de vraag 3 keer moeten herhalen en anders moeten uitleggen. Omdat we allemaal zoiets hadden van ja,
dat is heel vreemd om te vragen. Weet je, wel? Je merkt op een gegeven moment misschien dat je een role model functie hebt. Maar om te zeggen, ja hoor, van nu af aan zet ik dat op mijn LinkedIn-profiel, role model. Weet je, zo werkt het gewoon niet. Dus met onderwijs, ik ben extern docent bij de HVA. Wat betekent dat ik twee keer per maand ga ik daar, ja, vertel ik een half uurtje wat, praat met een paar ondernemers of jonge ondernemers dan. Dus dat soort dingen doe ik wel. En ik geef wel eens een lezing op een school, dat vind ik leuk. Maar goed, uiteindelijk, ik werd een keer gevraagd door een groot bedrijf om bij een soort inspiratiesessie te komen zitten op een dinsdag. Toen zei ik, ja, dat is goed, kost €3.000. En ze zei, nee, alle ondernemers doen het voor niks, want het is voor inspiratie voor iedereen leuk. En toen zei ik, doe het dan op een zaterdag. Want die KPN'ers, dat is echt een volgelijke bedrijf. Die mensen van het telecombedrijf. Die mensen van dat grote bedrijf, die krijgen ook betaald. Ja. Want het is een dinsdag, ja. Doe het dan op zaterdag. Ja. Krijgt niemand betaald. Ja. En toen zeiden ze, oké, dan betalen we je wel. Weet je wel. En dat is een beetje het, weet je wel, iedereen denkt van, ondernemers die hebben niks te doen. Dus, want die kunnen hun eigen tijd bepalen. Vrije jongens, ja. Maar ja, het enige wat het betekent is dat je gewoon 24 uur per dag aan het werk bent. Precies. En dat, ik heb helemaal geen vrije tijd. Ik ben hier, dit is een investering van mij. Dit kost mij geld. Hè. Ik word niet lopend betaald of zo. Nee. Dus ik doe er het liefst zo min mogelijk naast. Ja. Tot slot, de line-up voor de Next Web 2013. Geen idee. Ach, ja, flikker toch op. Sprekers. Heb je echt geen idee? Nou, niet uit mijn hoofd, nee. Is er niet eentje waarvan je... Nu moet ik dat wel een beetje... Ja, nee, ik weet het wel natuurlijk. Timothy Ferris komt en dat is altijd leuk. We hebben een aantal goede mensen. Maar ik denk dat ons doel is... Van alle conferenties is het altijd geweest dat we van tevoren namen hadden waarvan veel mensen zeiden, pardon, wie is dat, waar ken ik die van? En dan zei ik, nou, je kent hem van dit en dat. Oké, dat klinkt wel bekend. En dan achteraf zeggen mensen, die heb ik voor het eerst gezien op de Next Web Conference. Dus we hebben heel weinig altijd namen gehad waarvan mensen dachten, wauw, heb je die? Oh, dan moet ik echt komen. We hebben ze wel, maar hè, de som van de Next Web Conference is meer dan alleen de namen van de sprekers. Het is ook het publiek. Hè. We geven nooit gratis kaartjes weg. Iedereen die er zit is super committed om er wat uit te halen. En dat maakt de energie op dat event heel goed. Wij verkopen bijna... de helft van de kaartjes is al verkocht voordat we de eerste spreker bekend hebben gemaakt. En daar zijn we ook heel trots op. Want het is niet alleen... Men gaat naar staat er beroemd iemand on stage en daarom kom je er. Ja, het is alles bij elkaar. Het is 3 dagen, toch? Ik word daar een beetje goed uitgeluld. Dat ik eigenlijk dat je eigenlijk geen idee hebt wat het programma is. Waarschijnlijk open jij hem weer. Ik open hem, ja. Ja. En nog wat eervolle gasten die ik niet kan. As the looks of the company. Ik ga kijken of ik tijd kan maken. Moet Patrick daar nog even op aanspreken. Ik ga kijken of ik tijd kan maken. Wat voor dag moet ik dan komen? Je moet alle dagen komen. Ja, maar dat is 3. 2. 2 dagen. Ja, 2 dagen komen. En je moet komen omdat... Of je moet niet komen. Je kunt ook niet komen. Maar kijk, het is een event, het is een investering. Hè? Je investeert 2 dagen. Ja, ja. En dan haal je voor de rest van het jaar haal je daar business uit. Of inspiratie of contacten waar je wat aan hebt. En daar moet je het echt voor doen. Hè? Dus ik heb mensen die zeggen, ja, ik ben daar 2 dagen. En ik kan dan terugrekenen. Dat levert me ongeveer 1 ton op. En een goed jaar 1,5 ton. Hè? Dus we hebben start-ups die halen... We hadden 1 start-up. Die kwamen daar, hebben we zelf voorgesteld aan investeerders... 1,5 miljoen opgehaald. Het jaar daarna zei ze, hey, mogen we weer komen? Dan heb je een groep dealkorting, want we komen met z'n 8. Ze zijn al een beetje van, hier heb je de korting voor 8 kaartjes. Moet je wel in 1 keer kopen. Ze zei, we komen toch niet, want we vinden het toch een beetje duur. Nou, dan kun je mij enorm, weet je wel, dan ben ik echt heel erg geïrriteerd. Want dan denk ik, ja, hoe kun je nou niet zien, hè, dat je dankzij mij, een beetje persoonlijk voorgesteld te investeren, 1,5 miljoen opgehaald. En daarna is krenten en dan 8. Ga je zeiken over een kaartje. Het zijn ook alleen maar Nederlanders, hoor. Dus die staan op de blacklist, kaartje. Die komen er ook niet meer in nu? Nee hoor, ze mogen nog steeds een kaartje kopen. Maar niet meer met korting. Krijg ik korting eigenlijk? Jij. Dankjewel Boris, dat jij mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Profile. Kijk voor meer op 7digitv of download de app. Dankjewel, hoi.